De Soleus-activatie. Dat is een oefening waarmee je je Soleus, een kuitspier en vaak onderontwikkelde kuitspier flink kunt versterken. Hij gaat als volgt. Je gaat liggen op de grond. Vanaf hier wil je je bekken kantelen dat het net vanaf de grond af is. En dan wil je eigenlijk je hielen lichten en je hielen zo hoog mogelijk omhoog optillen. Als je merkt dat je hielen bijna niet los kunnen komen, zou je je voeten iets dichterbij kunnen zetten. Dat heeft vaak te maken met je enkelmobiliteit. Dus vanaf hier wil je 90 seconden tot uh, 120 seconden wil je hem eigenlijk vasthouden. Je gaat heel veel spanning eigenlijk voelen, wat lager in de kuitspier en misschien zelfs wat kramp. Als dit goed gaat en je kunt dit dus twee minuten lang voor drie sets, zou je dus ook naar één been kunnen. Succes met het versterken van jouw soleus.